Yo mensen van dit kanaal. Welkom bij een nieuwe Grand Theft Auto 5 online video. Here at Meriwether, your security is our concern. Ik bij een nieuwe GTA 5 Bikers DLC video. Ik heb hartstikke veel zin in weer. En hopelijk jullie ook. Dus laten we dan maar weer even wat gaan. Weer eventjes wat van gaan maken. Ik heb laatst een motorclub gekocht. Dus laten we daar gelijk maar even heen gaan. Met als biker. Dus laten we daar gelijk maar even heen gaan. Ik ga misschien binnenkort ook weer even races doen. GTA 5 races. Ik weet niet. Maar in ieder geval. Ik heb het al best een tijdje al niet meer gespeeld, zeg maar. Op het kanaal. Dat vind ik ook best jammer. Dus vandaar dat er nu weer eventjes een GTA video aankomt. We gaan gewoon lekker over de rotsen. Dus helemaal, dat vind ik helemaal mooi. Dat vind ik helemaal mooi. Er komen misschien vandaag weer meer GTA 5 video's online. Ik weet het nog niet. Ik zit er nog even over te... Nee! Ah, shit. Ah. Soms is het echt zo link, hè. Zo link. Dan val je gewoon van je motor af als je langzamer tegenaan komt. Zo. En nee, ik ga het maar niet doen. Anders ben ik de lul. Maar we gaan dus even naar de bikerclub. En ik had beloofd dat ik ook nog een Halloween special zou maken. Dat kan ik wel even doen straks, maar... Ja, dat kan ik ook in deze aflevering verwerken. Dus, mensen, ik zet in de titel Halloween special. Jullie moeten niet gelijk denken dat het, als ik erin zet en jullie zien dit, dat het geen Halloween special is. Dat is het dus wel, maar het komt later nog. Maar Halloween is toch al lang wel geweest? Ja, dat is dus zo. Maar omdat ik er geen tijd voor had, dan maak ik hem maar nu. En dan komt hij ook vandaag online. Dus dat vind ik helemaal mooi. Oké, ik ga wel even een waypoint zetten. Sowieso. Naar mijn club. Naar mijn clubhouse. Dus dat wordt helemaal mooi. Ja, ik dacht dus, laat ik maar eens weer eens eventjes een GTA-videootje opnemen. Ja, het leek me namelijk weer eens leuk, zeg maar. Wat zie je dat aan? Around. Oh nee, bijna uit de bocht, maar... Natuurlijk hebben ze ook zo'n Western Demon of zo. Maar ik, ja, ik had er laatst ook een paar, maar wat er dus is gebeurd, die zijn allemaal weer stuk gegaan. Allemaal door die spelers. Ik snap niet waarom ze nou weer mijn motoren willen stuk maken. Misschien vinden ze het gewoon grappig. Dus daarom heb ik nu een LCC Hexer. Ach ja, dat is ook een biker. Dat is ook gewoon een motor die bikers gebruiken. Dus... Het maakt op zich niet heel veel uit. Het is wel wat donker daar, maar... regenachtig natuurlijk. Zo, als biker. Ja, ik heb er weer zin in. Ik moet vanmiddag weer hockeyen. Helaas. Maar ja, het moet... Ja. Tja. Bijna erin zien. Ik denk maar dat ik misschien... ik verleg het je zo wel uit. Maar ik kan het ook beter nu uitleggen. Dat ik niet in deze aflevering de Halloween special doe. Maar in een andere aflevering. Dus dan zet ik deze later op. En ja, oké. Okay. Nou, we zijn er. Bij mijn motorclub. Dus jullie gaan het nu zien. Kijk. Nou kijk, andere mensen hebben deze ook vastgekocht. Sowieso. En mijn facecam natuurlijk, die staat weer niet goed. Dus kijk, nu is de player niet goed te zien.
Dus ik heb hem even naar onderen. Nu even naar onderen, heel even naar onderen gesleept. Zodat ze de player tenminste wel eventjes kunnen zien. Maar ik kan hem ook natuurlijk rechts. Maar ik denk, de hoek waar mijn facecam nu staat, dat is wel het beste. Nou, even roomtour. Even een leuke roomtour in dit huis. Ja. Huis is ook weer overdreven, maar ja. Hallo, ik wil een colaatje. Ja, order a drink. Gewoon, ja, gewoon die. Gewoon een biertje. Gewoon een whisky. Gewoon whisky. Zo. Nou. Hier kan je de muziek natuurlijk instellen die je wil met de jukebox. En hier gaan ze allemaal gezamenlijk zitten. En ik ben als het goed is op de leider van dit complex. The fuck? Waarom staat die stoel zo? Oh, ja. Oké, wat. Ik ga weer even opstaan hoor. Waarom staat die verdraaide stoel nou weer zo. Ja, die verdraaide stoel. Ja. Ja, of op zich. De muziek gaat er wel mee door. Nou ja, hier is de mijn kamer, zeg maar. De slaapkamer en het kantoortje. Kledingkast. Nou ja, waarom heb ik niet voor zo'n... hoe heet het? Zo'n werkplaats, zeg maar, waar je auto's kan motors kan repareren. Waarom heb ik niet? Het kostte gewoon te veel, zeg maar. Het kostte gewoon te veel, dus dat heb ik maar even niet gedaan. Maar... Dus ik zie het nog wel eventjes. Die Halloween special. Ik was van plan om hem nu te doen. Maar ik heb er toch maar even. Ik heb toch maar even geannuleerd om het nu te doen. Dus ik doe het nu niet. Dus ja, wat zou ik dan zeggen? Ik stop er op dit moment eventjes mee met deze aflevering. Dus ja. Wat kan ik dan zeggen? Ja, dan komt straks de Halloween. Straks komt dan nog de Halloween special. Straks. GTA 5. Dus dan zou ik zeggen, later mensen. Doei doei.